certificeren binnen je eigen expertise is eigenlijk wel logisch volgens mij, omdat ja, je moet altijd bijleren en altijd bijblijven met de nieuwste dingen in je vakgebied. En het is ook gewoon belangrijk omdat klanten vaak vragen naar certificaten. Persoonlijk vind ik technische certificatie zeer zeker nodig, zeker om mee te kunnen in het werkveld. Ook is dit zeer verruimend voor je cv als je nog gaat solliciteren voor je verdere carrière. Ik vind de certificaties enorm belangrijk, omdat je, ja, het een bevestiging voor jezelf is dat je de materie voldoende beheerst. Ten tweede is het ook enorm belangrijk voor juniors, omdat de klant dan meer vertrouwen in u zal hebben. Eens dat je het certificaat behaald hebt, kan je het voor goed op je cv zetten. Je kan met dat certificaat ook echt aantonen dat je kennis hebt in dat domein, waardoor ja, je meer projecten zou krijgen in dat domein natuurlijk. Excel is ondersteund mij en alle collega's hierin door zoveel mogelijk certificaten te behalen om ons cv maximaal te kunnen vullen eigenlijk. Het niveau van de certificaten is sterk afhankelijk van welk certificaat je doet. Ik heb een SAP-certificaat gespecialiseerd in de utility sector. SAP-certificaten staan gekend om iets moeilijkere examens te zijn, maar dankzij de uitstekende voorbereiding is deze toch vlot verlopen. TOGAF specifiek heeft mij vooral meer businesskennis opgeleverd, die toch wel wat ontbrak vanuit school. En Scrum Master heeft mij vooral de concepten van Scrum geleerd, zodat ik goed voorbereid was om in een Scrum team te werken. Voor mij persoonlijk is het zeer vlot verlopen. De cursussen waren intensief en daarna het examen viel eigenlijk wel goed mee, zolang je genoeg moeite doet natuurlijk om het goed te studeren.